Het is vandaag weer een heerlijke dag, jongens. Welkom allemaal bij deze video. We staan weer in ons grote hoofdkwartier. En ik vind het weer spannend! In de vorige video heb ik hier het platform boven gebouwd. Het hoofdkwartier is zo goed als van buiten afgemaakt. Dat is niet helemaal waar, maar in ieder geval dichtgemaakt. Er zitten geen gaten meer in. Je kan nu echt alleen via de hoofdingang naar binnen. Ik ben begonnen met het platform hierboven. Is niet helemaal afgemaakt, maar dat gaan we deze aflevering doen. Maar voordat wij vandaag weer gaan bouwen, jongens, heb ik even een andere planning. Namelijk die Rick Stinkgoors Force moet even weer geprankt worden. Het is inmiddels al 2 afleveringen geleden dat we Rick Force een cadeautje hebben achtergelaten. Of dat we hem geprankt hebben. Of dat we wat vervelends op zijn basis hebben gedaan. Dus ik vind dat het tijd is om even met onze waterlift naar beneden te gaan. Die nog steeds niet af is. Dan moeten we ook nog deze aflevering naar gaan kijken. Oh, ik was vergeten dat ik Stoffel de schildpad had, jong. Wat zijn Stoffel en het paard aan het doen? Jongens, wat waren jullie aan het doen? Hé? Ja, je kunnen jullie mijn kant wel opkijken. Jullie zijn betrapt met iets, hè? Ik zie het alweer. Kijk nou, Heinrich en Stoffel, wat zijn jullie aan de... Je doet hem in een hoekje, je bent gemeen tegen, je bent hem aan het pesten, hij is nieuw. En dat hij groen is, betekent niks, oké? Okay? Stoppen, meneer Heinrich. Laat hem wel... Oh, sorry dat je boos bent. Oh, hij is weg. Hey, we hebben weer zoals gewoonlijk een leuk cadeau. We hebben altijd cadeautjes, jongens, als we even een aflevering beginnen. Even wat brandstof voor je ovens. Groet. Anoniem. Oeh, mister die... Oh, is dit brandstof? Koraal, kan het als brandstof gebruikt worden? Ik wist dat blazerots... Trouwens, dit zijn wel heel... Oh mijn god, dit zijn echt heel veel blazerots. Oh, maar deze. Dit is serieus top, jongens. Ik kreeg heel veel reacties op het feit dat blazerots echt als hele goede brandstof werkt in Minecraft. Dus, iemand heeft anoniem. Ik weet niet wie anoniem is, maar dank je wel voor de brandstof. Dank je wel voor het gunnen van, brandstof. En ik wist niet dat... Ik wist niet dat dit ook brandstof was in Minecraft. Daar ben ik wel heel blij mee, om eerlijk te zijn. Dus ik weet niet wie je bent. Maar dikke shoutout Nio. Oké, laten wij naar Rick Stinkgoors Force gaan om even een leuk cadeautje achter te wachten. Neem eerst blokken mee. Ik heb heel veel blokken nodig. Ik weet precies wat ik nodig heb. Waar liggen ze? Ja, hier ligt er heel veel. Oké, ik heb wel meerdere blokken dan dit nodig. Dus we gaan even de blokken voorbereiden. En dan gaan we gelijk naar Rick toe. Oké, we zijn aangekomen op het eiland van Rick. Hij heeft zo te zien progressie gemaakt. Er staan hele hoge torens. Oh, maar dit maakt mijn idee alleen maar beter, jongens. Ik had namelijk een heel leuk idee. Ik heb heel veel blokken verzameld en gekocht bij mensen en weet ik wat allemaal. Ik heb eigenlijk bijna zelf geen blokken gehakt. Ik heb letterlijk alleen bij mensen allemaal dingen gekocht. En op marktplaatsen zo. Maar wat ik wilde doen... Oh mijn god, dit komt alleen maar beter uit. Ik wilde namelijk een paar keer mijn hoofd achterlaten. Kijk, ik heb hier ongeveer van alles evenveel blokken verzameld. Behalve dan zwarte concrete, daar had ik iets minder van nodig. Maar wat mij leuk leek, is om overal mijn hoofd even achter te laten. Want ik denk, ik heb Rick al een tijdje niet gezien. Hij zal me vast missen. En voor elke keer dat hij me mist, kan hij gewoon naar mijn hoofd kijken. Maar het feit dat hier ineens allemaal torens staan, betekent dat op elke toren kunnen wij één keer mijn hoofd... Oh, en misschien... En hij heeft een boot zo te zien. Misschien ook hier op zijn boot maken we hem al... Ja, jongens, het gaat leuk worden. Oké, laten we beginnen met deze hier. Gaan we helemaal naar boven bouwen. Dan ben ik blij dat ik dirt heb meegenomen. Ik wilde namelijk eerst vliegende hoofd maken. Ik denk, nou, dan maak ik mijn dirt, ga ik even omhoog bouwen. Maar het feit dat er torens staan, komt zo goed uit. Nou, laten we beginnen met mijn hoofd. Oh, dat gaat zo dom worden. Dit gaat zo dom worden. En ik wil ook een beetje variaties hebben. De hoofden moeten een beetje verschillende emoties hebben, weet je. Hij gaat hier heel blij mee zijn. Rick gaat hier echt heel blij mee zijn. Kijk, dan doen we hier mijn mondje. Kijk, dit wordt een beetje mijn originele gewoon. En dan komt nu de gele concrete komt hier. Hij gaat niet helemaal accuraat zijn, het hoofd, jongens. Maar dat maakt niet uit. Het gaat om het idee. Het gaat erom dat Rick kan zien dat ik hem geprankt heb. Dus de hoofden gaan niet helemaal kloppen. Oh, dat is wel leuk. Oh, wacht, dit is wel echt heel leuk. Zo, als we het op deze manier doen, dan zijn de hoofdjes zijn een beetje... Nee, wacht, ik mis wat. De hoofden kloppen niet helemaal. Maar dat maakt het gewoon grappig, denk ik. Ik kijk schil. Ik kijk schil of zo. Wacht, laten we naar beneden gaan. Even kijken, hoor. Oh ja, dit is leuk. Oh, dit vind ik echt heel leuk. Ik weet niet waarom, maar ik vind dit hoofdje... Ik kijk zo dom uit mijn ogen of zo. Mijn ogen staan te dicht op elkaar. Ja, oké. Dit gaan we doen. Dus laten we nu hier een hoofd maken. Die heeft net iets andere emotie, als het ware. Misschien is deze wat verdrietiger of deze kijkt een beetje blij. Laten we in ieder geval gewoon het hoofd maken. Dat is al heel wat. Even denken, hoor. Ja, kijk, als ik nou gewoon zo doe. Zo, let op, zo. Kijk, dan kijkt deze waarschijnlijk heel vrolijk. Ik hoop het. Ik hoop dat dit werkt. Ik weet niet of dit gaat werken op deze manier. En dan kijkt deze misschien ook naar rechts, weet je. Of een kant op. Dus dat betekent hier een oogje. Dan dicht.
En dan hier een oogje. Zou dat logisch zijn? Of klopt dat? Is het nu echt heel raar? Wacht even hoor. Ik weet niet zo goed wat ik nu gedaan heb. Ik heb... nee, dat oog klopt niet. Dat oog moeten we fixen. Hij moet wel gewoon normaal uit zijn ogen kijken. Of ik moet hier ook een oogje doen. Ik weet niet of het... Wat is dit raar? Kan dit? Het is nu alsof je die kant op kijkt. Maar nee, die ogen moeten wel gewoon normaal. Laten we de ogen normaal doen. Maar deze lacht gewoon. Deze is gewoon iets vrolijker. De ogen zijn enigszins normaal. Een soort van ligt eraan wat je normaal vindt. Ik heb hier veel te veel lol mee, jongens, om Rick gewoon te trollen. Ik heb zoveel te veel lol om Rick te trollen. Ja, deze kijkt blij. Dit is gewoon mijn normale gezicht. Deze kijkt een beetje blij. Dan gaan we ook... Hier gaan we verdrietig maken. Kijk, deze is namelijk het vers van de rest. Dus deze is verdrietig dat hij niet bij de rest mag zitten. Zo, deze kijkt dus weer verdrietig. Dus dat betekent dat hier een zwarte moet. Hier ook een zwarte. Volgens mij moet het op deze manier. En dan kijk, nu kijkt hij heel verdrietig. Ja, kijk, dit is een zielig mondje. Dan natuurlijk het gele randje. De oogjes om hem weer af te maken. Zo, oké, wacht. En dan kunnen we nu kijken hoe die eruit ziet. Ziet hij er? Nou, deze is zielig. Hij is echt heel zielig. Jongens, kijk. Kijk, die is normaal. Die is blij. En deze kijkt echt heel zielig. Hij heeft echt een heel zielig mondje. Het lijkt ook wel een beetje op een soort snorretje. Maar ik vind hem eigenlijk gewoon heel zielig vooral. Deze is gewoon niet blij dat hij zeg maar naar hem moet kijken. Oké, dan hebben we er nog twee, jongens. Dan hebben we er nog twee. En ik heb zo'n gevoel dat ik deze diagonaal moet maken. Dat hij zeg maar... En die ook, weet je? Dat ik hem op deze manier kan. Maar kan dat? Voordat ik heel veel moeite ga doen, hoor. Laten we eens even kijken of dat kan. Is dat mogelijk om een diagonale te maken? Dat ik dan zeg maar zo het mondje heb en dan... Ik maak hem eerst op de grond. Want stel, het kan niet. Dan heb ik me heel veel werk bespaard. Oogjes. Oeh, wacht. Hij moet nog eentje breder. Oeh, dan moet hij wel heel breed worden. Maar diagonaal maakt hem al behoorlijk breed. Even kijken, kan dit er leuk uitzien? Dat betekent dat het op deze manier moet. Kan dit, als ik hem zo diagonaal maak, kan dit er grappig uitzien? Waarom is hij zo breed? Waarom is dit... Ja, het kan. Ik denk dat het wel wat toevoegt. Alleen dan is hij wel echt mega groot. Of hij lijkt groot omdat hij nu op de grond staat hier. Dat hij wat groter lijkt dan de andere. Ik zou het kunnen doen. Ik zou hem hier zo diagonaal daarop kunnen maken. Zou ik dat gewoon... Ik ga het gewoon doen. Dan is hij wel wat breder, maar ik denk dat het wel leuk is. Dat voegt gewoon wat toe. Oké, nou als het goed is, is hij klaar. En het ziet... Ja, waarom... Deze is zo breed. Ik snap het niet. Ik snap niet hoe deze zo breed kan zijn. Dat diagonale maakt het gewoon zoveel breder dan normaal. Oké, even kijken. Hier, zo. Dan hebben we verdrietige. Dan hebben we blije. Dan hebben we diagonaal. Diagonaal is echt lelijk. Oh mijn god, van onder kijkt hij nu heel blij. Het lijkt, kijk dan, kijk die oogjes. Hoe blij die kijkt vanaf dit punt. Huh? Wow, zijn ogen lijken net op pijlen. Waardoor het zeg maar een soort van illusie is. Waardoor die blij lijkt. Oh maar deze, dat is echt leuk. Oké, wacht. We hebben diagonaal. Dan moet daar toch wat anders, jongens. We hebben zeg maar sip, blij, normaal, diagonaal. En wat gaan we dan daar doen? Weet je, ik verzin wel wat. Ik ga wel wat maken. Oké, ik denk dat ik jullie met trots kan presenteren dat ik oprecht best wel wat leuks heb gedaan. Jullie konden het al een beetje zien. We hebben normale Max, verdrietige Max, blije Max, diagonale Max en nu ook drie... Nee, ik heb het verkeerd gedaan. Ik heb een extra mond gemaakt. Ik heb helemaal niet opgelet wat ik gedaan heb. Hoe kan ik dat nou zo fout hebben gedaan? Ik heb gewoon een beetje hersenloos dat ding lopen bouwen. En niet doorgehad dat... Oh mijn god, wat dom dit. Nee, nu moet ik het helemaal omhoog om hem aan te passen. Oh, wat stom. Wacht, nee, weet je, we gaan hem... Ik heb wel een idee. Ik heb wel een idee. We werken ermee, jongens. Je moet soms werken met de appels die je hebt. Hoe ging het ook alweer? Roeien met de riemen die je hebt? Of zo? Ik heb geen idee. Wat nou als we er gewoon een schreeuwende Max van maken? Deze is gewoon... ik weet niet wat ik hiervan vind. Wacht. Ik vind dit leuk. Wacht. Oké, dit maakt het eigenlijk nog beter dan dat ik het per ongeluk fout heb gedaan. Want nu heb ik gewoon dit kunnen maken ervan. Deze is gewoon aan het schreeuwen. Dan moeten we het wel voor elke doen. Dus we moeten heel even rondom. Ach, trouwens. Ja, nou, ik kan het van binnen doen, maar... Hè? Sorry, Rick. Ik moet echt drie blokjes slopen van je bouwwerk. Maar dat kan je zelf wel terugbouwen. Dat lukt je wel. Het zijn maar drie blokjes. Ik vind totaal drie keer vier. Dus, hè, 12 blokjes. Lukt daar. Geen probleem, toch? Oké, als het goed is, klopt het nu wel, jongens. Laten we even nog een keer kijken of ik het goed gedaan heb. Ik heb nu een soort van... Mijn mondje is open en ik ben aan het schreeuwen. Dus nog komt ie. Herhaling. We hebben verdrietige Max. We hebben normale Max. We hebben blije Max. We hebben diagonale Max. En we hebben... Boom, Max. Oh, die is echt erg, deze. Oh, hij is echt erg. Wat is dit? Wat is dat? Dat is echt cursed, dat. Vooral omdat die lippen zwart zijn of zo, weet je. Kijk, hier heb je dat niet echt door. Dat zeg maar zwart, een zwart streepje is. Maar hier. Oh, ik vind het echt eng. Ik vind het echt heel eng. Maar ja, hij loopt helemaal rondop. Dus dat is leuk. Hij zit ook aan de andere kant, zit hij, zeg maar. Kijk, dat kan ik wel laten zien. Het is niet alleen vanaf deze kant, maar ook vanaf deze kant. Het is elke kant. Oh, als ik terugkom, dit kan echt niet. Maar ja, we kunnen zijn schip natuurlijk niet...
ja, zo laat. Het ziet er nu natuurlijk gewoon helemaal niet uit. Dus we moeten hier wel wat leuks mee doen. Hoe kom je überhaupt op dit schip? Moet je er gewoon op springen? Of zo, parcouren? Parcours! Hoppakee. Laten we even kijken of we heel subtiel wat kunnen doen hierin. Ik zou zeggen, die weg. Laten we een klein mondje. Zo. Dit kan net zo goed iets anders zijn als in een ander karakter. Dus moeten we wel even de oogjes moeten we ervoor fixen. De ogen zijn gewoon vooral belangrijk, weet je. De rest maakt niet zo uit. Ik hoef hier echt niet iets geels aan toe te voegen. Maar het is vooral gewoon de ogen die moeten. En dan het mondje eronder. Ik denk dat op deze manier... dit is wel een bouwkurs. Hier mis ik gewoon het geel. Waar is het geel in mijn lichaam? Ik keur deze goed. Soort van. Even kijken. Keur ik deze goed? Dit is echt cursed. Dit. Ik weet het niet. Wacht even. Er moet toch één geel randje tussen. Anders klopt het gewoon echt niet. Hier één klein subtiel geel randje hier tussen. Dat gaat al heel wat doen. Kijk, ja, nu zou je al soort van kunnen zien dat ik het ben, weet je. We gaan gewoon mijn hoofd maken. Nu we toch bezig zijn, kunnen we net zo goed het hoofd ervan maken hier. Hoppa. Hoofd maken we er gewoon van en klaar. Ik dacht, weet je, het zag er zo raar uit. En nu we toch bezig zijn, kan ik net zo goed gelijk het hele hoofd ervan maken. We waren toch al zo ver, weet je. Hier, hoppakee, het hele hoofd is ervan gemaakt. Zo, dat is beter. Nou, Rick. Ik vind je eiland wel echt een stuk mooier op deze manier. Ik weet niet waarom je dit zelf niet gewoon... Die is echt eng. Ik weet niet waarom je dit niet zelf hebt gedaan op deze manier. Kijk, en ik zie hier dat dit vloertje is ook gewoon helemaal nog niet echt mooi of zo, weet je. Kijk, ik wou het zeggen. Ik mis een beetje blokken, maar die liggen hierboven. Hier, kijk, daar zijn mijn blokken. En Rick, omdat je zelf niet weet hoe dit moet natuurlijk, ga ik je even met deze vloer hier op zijn minst helpen. Dan is dit zeg maar een soort idee voor jou in de toekomst. Als je deze vloer ziet, dat je denkt, oh weet je, dit moet ik echt in de toekomst op deze manier gaan doen. Wat nou als jij al je vloeren in jouw huis dan gewoon op deze manier zou maken? Let op, hè. Hier, wat nou? Oh, nee. Ik kom één blokje tekort. Oh, nee. Wacht, heb ik die niet ergens gedropt per ongeluk? Als in gedropt, niet opgepakt misschien tijdens het slopen? Misschien hier. Alsjeblieft, zeg maar dat de situatie is op het moment dat hier een blokje ligt. Nee, ik kom eentje tekort. Dat meen je. Oh, dit is een ramp. Hoe gaan we dit oplossen? Ik kan het moeilijk zo doen. Nu is het, nu is het oger. Oh, wacht. Ik denk dat ik zo... Dit is een oger of zo. Dit is een oger. Weet je, deze heeft maar één oog. Waarom zit hij hierbij? Misschien kan ik zelfs wit aan toevoegen. Oh, ja, we gaan... Ik heb één witte wol nodig. Rick, die heb jij vast. Daar zetten we er ook een sign bij. Een sign bij. Oh, verkeerde deur. Verkeerde ingang. Ik moet dan natuurlijk via hier. Nee, Rick, waar is je raam? Dit kan niet. Je had hier altijd twee trapdoors zitten. Hé, dit... Zo hoort het niet. Hier. Dit is altijd hoe je het had. Zo hoort het. Je hebt vast wel... Ja, jij hebt hier de wol die ik zoek. Maar trouwens, white concrete. Dat is beter. Dat matcht meer met daadwerkelijk de blokken die ik gebruik. Dan heb ik wat signs nodig. Zo. Dan gaan we hier via de goede uitgang, Rick, naar buiten. En dan hier, kijk. Dan hebben we hier gecreëerd. Let op. Oger, Max. Ik ben een oger. Ik heb maar één oog. Oh, dat is echt goed. Oger, Max, doesn't exist. Oger, Max. Kent... Hurt you. Ik vind die meme zo leuk. Hier. Ogenmax bestaat, jongens. Ogenmax doet je geen pijn. Oké, dat zijn nu wel een beetje mijn blokken op om dingen te doen, jongens. Althans, vooral mijn zwarte blokken en mijn white terracotta is dit. Die zijn wel op. Die kan ik dus niet meer nieuwe maken. Maar ik denk dat het ook wel genoeg is als ik het zo zie. We hebben echt heel veel hoofden gemaakt. Ik vind deze vooral echt heel leuk voor een of andere reden. Oké, laten we dan nu even een boekje pakken. Ik weet niet of ik een boekje bij Rick kan stelen. En dan even een kist in het midden plaatsen en dan even een verhaaltje erbij schrijven. Heb jij een boek en quill is de grote vraag. Ja, je hebt wel een inktzakje, dus we zouden er een kunnen maken als we een boekje hebben. En ik heb al leer. Ik heb gewoon genoeg spullen om het voor mij te craften, denk ik. Nee, we komen één sugarcane tekort. Dat meen je. Moet ik die nou helemaal gaan halen? Slecht eiland heb jij, Rick. Dat is niet waar, trouwens. Hier, laten we kijken of we één sugarcane kunnen vinden. Ja, ik ben best wel een tijdje aan het rondlopen, jongens, om extra sugarcane te vinden. Maar eindelijk, daar is het ook gewoon precies drie. Al heb ik er maar eentje nodig, drie komt prima uit, weet je. Zo. Nou, dan gaan we nu terug naar Rick's eiland. Het is een dom gezicht als je aankomt. Het ziet er oprecht gewoon niet uit. Kijk, we kunnen in ieder geval een boek en quill maken. Nou, trouwens, we moeten eerst een boekje zelf maken. Daar hebben we even een crafting table voor nodig. En dat ligt waarschijnlijk gewoon in zijn basis. We hebben hier de goede deur naar binnen. Papier, boekje, boek en quill. Zo, barrel erbij. En laten we dan nu even in het midden hier een barrel met een boekje en een tekstje achterlaten. Doen we zo. Groetjes. Justin, dit heeft Justin allemaal gedaan. Beste Rick Force. We noemen hem ook gewoon bij zijn normale naam. Niet Stink Force, omdat dit komt vanaf Justin. Ik,
Justin Boersma vond jouw eiland een beetje sfeerloos. En ik weet dat jij Walnoot natuurlijk een prachtige jonge vent vindt. En dat hij jouw grote idool is. Dus bij deze heb ik wat leuks gedaan. Op deze manier zal je Walnoot natuurlijk nooit missen. En is hij altijd bij je. Dus onthoud, ik, Justin Boersma, heb dit gedaan. Oh, komma. Heb dit gedaan. Niet Max, niet Walnoot, ik, Justin. Dus graag niet Max pranken, want hij heeft dit echt niet gedaan. Groetjes Max. Oké. <Okay. laughs> Sign? Oh, wacht, nee, kan ik niet signen natuurlijk, want er staat bij Like Walnut. Oké, zo. Oké, ik denk dat ik klaar ben op het eiland van Rick. Jongens, we hebben een ogen. Ik vind deze zo leuk. Ik weet niet waarom. Ik vind het... Wacht. Ik heb een idee. Nee. Ik was zeggen, ik kan mijn skin zo maken. Maar mijn skin heeft die ogen. Dat kan niet kloppen volgens mij. Of... Oké, jongens, ik heb wat gedaan. Ik ben er niet heel trots op. Maar ik ben er ook wel heel trots op. Ik ben namelijk een oger. Ik dacht, weet je, ik vond dit zo dom, dit. Ik vond dit er zo dom uitzien dat ik mezelf... Ik heb een oger van mezelf gemaakt. Het is niet mijn nieuwe skin, geen zorgen. Maar ik weet niet waarom, maar ik vond het gewoon zo grappig. Gewoon oger Max. Of Cyclops, ik weet niet hoe je dat noemt. Laten we in ieder geval teruggaan naar mijn basis. Ik heb genoeg Rick geprankt hier. Ik vind het mooi geweest. Zo, aangekomen bij de basis met één oog. Ik heb nieuwe kisten nodig. Ik heb te weinig ruimte, jongens. Ik moet niet nog een barrel ernaast plaatsen. Zodat ik mijn spulletjes een beetje kwijt kan. Oké, we zijn terug hier. Laten we even kijken of wij weer wat blauwe dye kunnen. Of nou, hoe noem je dat? Ik heb er genoeg van dit. Het enige wat ik nodig heb is weer even wat dye. Of cyan dye heb ik nodig. En ik heb meer blue dye nodig. Want dan kunnen we namelijk natuurlijk weer gewoon de vloer upgraden. En ik heb het al 100 keer jullie laten zien dat ik dan weer de mines inga. Dat ik dan weer cactussen ga halen en weet ik veel wat. Dus weet je, dat hebben jullie al 100 keer gezien. Ik ga even de spulletjes voorbereiden. Daar ben ik denk ik 10, 20 minuten mee bezig. Zorg ik dat ik even genoeg heb. En dan kunnen we daarna de vloer hierboven even afmaken. En het moet hier echt mooi belicht worden. Het is zo donker hier beneden. Want als het plafond ziet er zo donker uit. Tot zo! Ik kan mezelf niet serieus nemen met één oog. A few moments later. Alright, we zijn teruggekeerd als ogen nog steeds. En we hebben best wel wat dye hier. Ik heb inmiddels... Oh, het is allemaal al gesmolten. Dat komt serieus goed uit. Oké. De blazerots komen goed verpast. Dus ik weet nog steeds niet wie anoniem is. Maar dankjewel. Ik heb precies twee... Oh nee, ik had niet precies 2 stacks gedaan. We kunnen wij maken best wel behoorlijk wat... Oh, je bent blij mee, jongens. En dan heb ik hier nog deze. Dus laten we dat gelijk omsmelten. Of omtoveren op deze. Oh, dit is top. Dit is top. We hebben heel veel gravel. Dat gaan we gelijk allemaal opmaken, dit denk ik. Ik denk dat de gravel opgaat. Even kijk hoor. Concrete powder. Concrete powder. En concrete powder. Ik denk dat ik veel te veel heb gemaakt. Ik weet het niet. Maar we hebben in ieder geval even eindelijk een keer genoeg. Dan kunnen we de vloer gewoon bovenaf maken. En meer. Dat is vooral belangrijk. Belangrijk. Gewoon en meer. Hoppakee. Nou, nooit gedacht dat ik als ogen een keer te werk zou gaan. Of als Cyclops. Ik weet niet, nou, precies niet wat de goede benaming is. Maar we kunnen eindelijk gewoon even aan de basis verder bouwen. Zo. Vind ik altijd leuk, jongens. Lekker aan deze basis bouwen. Ik vind het echt een leuke basis. Oh, ik krijg kramp in mijn vingers, jongens. Ik ben zo snel die blokjes aan het plaatsen. Ik voel gewoon dat mijn hele hand aan het verkrampen is op het moment. Zo, dan is dat ook weer gedaan. En kijk hoe leuk... Dit ziet er zo leuk uit, jongens. Laten we dan nu heel even snel naar Marktplaats gaan. Want ik wil eigenlijk kijken of er wat sea lanterns te koop staan. Want ik heb zelf geen zin om die helemaal te gaan zoeken in van die monumenten en zo. Dus ik hoop dat er wat sea lanterns te koop staan. Want dan kunnen we gewoon wat... leukere belichting maken dan dit. Want dit, ja, toortjes overal, dat is natuurlijk niks. Even kijken, hallo P-E-I-R-T. Even kijken, Marktplaats, staat er iets goeds te kopen? Een beetje... Oh, Froglights. Oh, dat is misschien wel een mooie. Ja, ik wilde eigenlijk Sea Lanterns doen, maar... Froglights daarentegen, jongens. Wacht, Boneblocks ga ik ook kopen. Boneblocks komen namelijk erg van pas later voor witte dye natuurlijk. Maar dan gaan we hier gewoon Froglights kopen. Twan, je hebt geluk. Ik ga heel veel Froglights van je kopen. Ik wil ze echt allemaal hebben gewoon. Maar dan wel allemaal de blauwe. Want die matchen denk ik het mooiste met mijn basis. Zo. Dus je bent lekker rijk bij mij geworden, Twan. Als je niet al rijk was. Dan kopen we deze boomblocks kopen we ook. Van wie verkoopt die? Puckster koopt die. Of verkoopt die. Ik koop ze natuurlijk. Voor de rest is er niet echt iets wat ik nodig heb, denk ik. Wat hier verkocht wordt. Nee, zo te zien zitten we helemaal dik prima. Laten we teruggaan naar wereld 3. Waar onze basis is. Oh ja, jongens.
Wereld 3, dat is mijn plek. Volgens mij heb ik dat al eerder verteld. Maar zit je nou in deze server? Play.contentv.nl. Je kan gewoon joinen met dit IP's. Wil je nou Bedrock Edition? Moet je gewoon even 26006 als poort gebruiken. Maar zit je nou in deze server? Kom je nou een keer gezellig langs? Dat je weet, je wil ook mee spelen. Er spelen nu letterlijk maar 3 mensen op. Dat komt omdat het 12:30 smiddags is. Het is nu schooltijd. Dus dat betekent dat er echt heel weinig mensen online zijn. Maar ik gok over een uurtje of 2 dat deze wereld zo goed als vol zit. Dus je moet wel altijd op tijd zijn. Want anders kan je niet meer bij deze wereld. Het is nu echt lekker rustig. Hetzelfde geldt voor alle andere werelden. Maar ergens rond de middag, een beetje in de avond en zo, jongens, zit het zo vol hier. Dus Ogemak zegt, schiet op voordat het vol zit, jongens. Alright, wat gaan we met deze blokken doen? Waar ga ik ze plaatsen? Hier beneden wacht ik er nog even mee in verband met de inrichting, hoe ik dat wil gaan doen. Maar ik denk wel dat we vast hierboven ook, dan moet ik deze lift gebruiken. Ik denk dat ik daar de inrichting eerst af wil hebben en daarna pas... Oh, pas dat ik nu naar beneden val. En daarna pas beneden, wat ik boven belangrijk vind. Oeh, dus we missen even mijn... Laten we even mijn witte blokken, mijn grijze blokken pakken. En that's it. Ik denk dat ik daar wel mee red. Ik neem de lift naar beneden. Die is niet heel snel. Hij is niet heel efficiënt, maar ik vind het wel leuk. En dat is wat belangrijk is. Hoe gaan we dit doen, jongens? Ik moet het namelijk een beetje netjes afwerken, al die blokken hier en zo. En ik denk dat ik dat gewoon leuk op manieren zoals dit wil gaan doen. Gewoon van die... over moderne dingen die eigenlijk helemaal niet logisch zijn. Van waarom zou je dat op deze manier doen? Maar het hoort gewoon, het matcht, weet je? Ik weet het niet. Kijk, zoals dit, weet je? Ik vind dit oprecht gewoon er goed uitzien. Dat is het beetje het leuke aan deze stijl. Je kan doen wat je wilt en het werkt voor mijn gevoel. Laten we dit plafond wel eventjes netjes dichtbouwen. Oeh, daar kom ik net niet bij. Een soort verlaagd plafond, weet je? Want dan kunnen we ook lampjes erin gaan doen. Lampjes doen we zo meteen. Maar we gaan eerst even kijken of we gewoon alles netjes kunnen... afwerkt, weet je? Gewoon even de gaatjes opvullen, de laatste dingen fixen, zoals dit doortrekken. Dit ook even door laten lopen. Dan denk ik dit ook helemaal. Dit is een beetje moeilijk, dit jongens, vind ik. Hoe ik dit wil hebben. Ik denk dat ik daarom dit plafond ook helemaal verlaagd wil. Dan kunnen we gewoon even net wat meer, weet je? Dan kunnen we gewoon echt lampjes in het plafond doen zonder dat je die ook van buiten ziet. Ja, kijk, dit ziet er al heel veel netter uit, dit op deze manier, jongens. Dan kunnen we hier nog even leuke details toevoegen. Hetzelfde moet natuurlijk aan de andere kant hier, jongens. We kunnen het niet maar aan één kant doen. Oké, we zijn inmiddels al een tijdje verder. En ik heb best wel wat leuke dingen bedacht, jongens. Ik heb heel saai werk. Nou, ik heb alleen maar een beetje netjes blokken afgewerkt. Een beetje alles wat minder random gemaakt. Basically, als je een huis zou kopen in het echt... en je moet nog stukken doorwerk doen... en je moet nog schilderwerk doen... dat heb ik gedaan, weet je. Dus helemaal niet zo heel interessant voor jullie om te zien. Maar... wat ik nu wel hier wil doen... want dat is het enige plekje waar ik niet tevreden mee was... was dit plekje hier als je aan binnenkwam, zeg maar... dat je zo heel raar die glazen dingen hier zag, weet je. Die glazen ruimtes. Dus ik dacht, weet je wat ik nou eigenlijk hier gewoon moet doen? Een soort balkonnetje maken. Oh, mijn blokken zijn op. Dat meen je. Oh, mijn blokken zijn op. En dan kijk ik hier natuurlijk weer de concrete blokken zo op. Of de concrete powder. En nu ik het zo zie, twijfel ik of ik misschien een beetje een ronding moet geven. Of dat vierkant eigenlijk wel mooi is. Ik denk dat ronde wat mooier is. Omdat alles hier een beetje rond is. Wat irritant dat daar mijn blokjes missen. Oké, dan hier glas. Maar glas kom ik nog tekort. Of dat heb ik niet trouwens. Ik moet toch een trap ergens naar boven maken. Ik weet nog niet precies waar. Maar hoe zal dit eruit zien? Dan moet wel de zwarte lijn hier even door. Oh, ik heb een idee, jongens. Daar hebben we ook weer gelijk witte concrete. Gaat wel heel irritant zijn, want er gaan nu alleen maar blokken naar beneden vallen zoals dit. Ik haat het echt om met concrete af en toe te werken. Het is zo irritant. Het werkt soms zo niet lekker mee, gewoon. Kijk, we kunnen beter van boven overigens werken, zoals dit. Dan hier komt nog die zwarte blokken zoals dit. Dat moet wel natuurlijk doorlopen, die lijntjes. En daarna ga ik de belichting doen. Letterlijk de reden waarom ik hierboven was begonnen, was de belichting. En ik ben echt alleen maar andere dingen aan het doen. Kijk, en dan dit loopt door naar boven. Zo. En dan denk ik... wat wil ik doen hier? Zou ik hier gewoon het zo laten of zou ik dit dichtmaken? Ik zit te twijfelen, jongens. Ik zou dit open kunnen houden zoals dit. Maar ik zou het ook dicht kunnen maken. Wacht, het is te donker. Ik zie helemaal geen drol. Ik wil even wat toortjes plaatsen, hoor. Gewoon tijdelijke toortjes. Zo. Dan hier een tijdelijke toorts en daar een tijdelijke toorts. Of twee zelfs. Wat gaan we hier doen? Gaan we het dichtmaken of houden we het open? Hoe ziet het er nu van afstand uit? Kijk, want nu het leuke aan dit is, jongens, is dat zeg maar dit lijntje hier loopt door. Zie je? Dus dan heeft het lijntje hier voor je gevoel nog ook nut als een soort balk die iets support, weet je? En daar komt dan nog een glasrandje op. Ik vind het moeilijk. Ik vind het heel moeilijk. Ik heb ineens een heel goed idee. Daar hebben we blokken voor nodig, jongens. Hier heb ik blokken voor nodig. Heel goed idee ineens. Kom maar hier. Wat dirt, bamboe, zand mag ook al mee. Sugarcane. Leaves mogen mee. Deze sapling kan mee. Nou, trouwens, ik heb normale saplings nodig. Boommeal. Dan gaan we weer naar boven. Oh, wacht, trouwens. En.
anders komt het er nooit van, heb ik nodig gras. En dan bedoel ik gewoon echt een grasblokje. Dus ik moet even met mijn ex moet ik dit slopen, want daar zit Silk Touch op, zo. En dan denk ik dat je al kan raden wat ik wil gaan maken, jongens. Ik denk dat jullie het al kunnen gaan raden. We gaan daarboven. Er is namelijk ook niet echt een mooie manier om een trappetje er naartoe te maken. We gaan er een tuintje maken. Ik moet wel hier mijn glas meenemen. Zo. We gaan hier een heel mooi, nou heel mooi, een heel leuk tuintje maken. Dus we kunnen ook al deze blokken hier weer weghalen, die ik hier geplaatst heb. Dan heb ik een soort indoor tuin, weet je. Je kan er niet komen, je kan alleen vanaf een, ja, letterlijk vanaf dat punt naar kijken. En van buiten zie je het misschien een beetje. Wacht, ik moet even blokken wegdoen. Ik heb te veel troep bij me. Zo, want ik wil niet al deze concrete blokken kwijtraken, dat ze zonde zijn. Vullen we het helemaal op met dirt en ik weet, nou, ik heb al genoeg dirt bij me. Kijk, en dan hier wordt het ook daadwerkelijk, zeg maar, wat hoger. Dus het is ook niet een plat tuintje. Het tuintje gaat daadwerkelijk niveaus hebben. Kijk, zie je, het gaat een beetje geterraformd en al gaat dit tuintje uiteindelijk eruit zien. En ik denk dat in het midden hier mag het ook wel gewoon gras zijn, of dirt zijn, weet je. Niks is zo modern als een indoor tuin, jongens. Hoe cool is dat? Oké, een beetje op deze manier. Dan plaatsen we in ieder geval ook vast het glas hier. Moet wel natuurlijk een randje zijn. Dat het een beetje afbakend zo. Dan moeten we gras plaatsen. Want het moet natuurlijk wel gras worden. Anders kunnen we er eigenlijk niet zoveel mee. Ja, en nu is het eigenlijk vooral gewoon even wachten tot dit allemaal gras is. Oh, wat irritant. Dat duurt lang. We kunnen alvast de toortjes weghalen en even de belichting regelen hier. Kijk, we kunnen gewoon hier en daar verspreid even een lampje stiekem in de vloer plaatsen, weet je. Niemand die het ziet. Nou, dan komen we hier zo terug en hopen dat alles gras is geworden. Want dan kunnen we er een mooie tuin van maken. Ik denk dat dat heel leuk gaat zijn, jongens. Als je dan hierboven komt, voor alle gasten die hier naar boven komen. Eerste wat ze zien is daar, zeg maar, die tuin. Nu zie je bewijs van helemaal niks natuurlijk. Maar komen boompjes komen er zo meteen. En ik ga leuk gras plaatsen. En dan kan je het wel een beetje vanaf hier beneden zien. Weet je, dat het een tuintje is. Ja, en dan belichting. Dat is er nog eentje. Ik kan wel gewoon simpel misschien in alle hoekjes even dingen zoals dit plaatsen, weet je. Kijk, hieronder kan sowieso dit komen. Oh, ik heb een idee, jongens. Als we nou de lampjes verbergen door blaadjes, dan blaadjes zijn modern binnen. En dan hebben we ook gewoon mooi licht. Kijk, als we hem hier gewoon zo doen, op deze manier. En hetzelfde geldt voor het plafond hier. Want hier kunnen, omdat het een verlaagd plafond is, kunnen we hier ook lampjes plaatsen. Nou, het komt gewoon allemaal perfect uit. Gaan we gewoon even in alle hoekjes ook een beetje dit soort dingetjes doen. Haal ik de toortjes ook vast weg, want dan kan ik goed zien waar het nog wel en niet donker is. Ik denk dat dit mijn kantoor wordt nu ik dit zo zie. Dus ik denk, als ik dit nou gewoon leuk door laat lopen. Een ingangetje maak op deze... Oeh, dat kan niet. Een ingangetje maak op deze manier. Zo, kijk, heb je een klein ingangetje. Dan komt hier mijn kantoortje, jongens. Ik heb niet genoeg glas meegenomen. Maar dit ziet er wel heel leuk uit. Dit ziet er serieus heel leuk uit. Kijk, dan kan hier een kantoor met een deur erin natuurlijk. Misschien kunnen we dit dan ook even met shroomlight zo doen. Zou dat leuk zijn? Of is dat niet leuk? Ik weet niet of dat leuk is. Nee, dit moet wel gewoon concrete powder zijn. Er komen ook weer eten tekort, dus laten we even hier een nieuwe potato's eruit halen. Neem even wat dark oak mee. Of na... Is spruce? Ja, ik denk dat spruce leuker is. En dan nemen we wat spruce mee, want dan kunnen we misschien even wat hanglampjes maken. Oh, het wordt al zo leuk hierboven, jongens. Ik ben echt hyped voor hoe het hier al uit gaat zien. Kijk, dan kunnen we dit eindelijk... Of eindelijk kunnen we dit even dichten. Oh, wat is dit moeilijk bouwen om op zo'n paint te plaatsen. En hoppakee, dan hebben we een kantoortje. Nou, af, dan hebben we ruimte voor een kantoor. Gaan we natuurlijk wel heel even belichten hier binnen. Even tijdelijk, weet je. Maar ik vind dit een mooiere tijdelijke belichting dan gewoon... Nee, dit klopt niet. Dat klopt helemaal niet, dit. Oh my days. Wacht even, hoor. Ik heb hier gewoon een bouwfoutje gemaakt, jongens. Een constructiefoutje. Zien jullie het? Ja. Dit is een constructiefoutje. Zo moet het. Zoals dit. Ja, kijk, nu klopt het. Constructiefoutje opgelost. Kan ik al die toortjes ook weghalen, weet je? Kijk, hangen we even een lampje binnen zo. Gewoon een prachtig, simpel lampje hangt daar nu. Hetzelfde geldt voor hier. Even een hanglampje. Poing. Hanglampje. Poing. We gaan die even overal plaatsen. Gewoon van die hanglampjes. Dan is het in het midden nog best wel donker hier. Maar dat wordt denk ik opgelost vanaf het moment dat we interieurdingen gaan bouwen, jongens. Zoals tafels en stoelen en weet ik wat andere dingen. Dan kan ik daar daadwerkelijk gewoon lampjes op plaatsen. De toortjes zijn in ieder geval weg. Het ziet er heel netjes afgewerkt uit hierboven. Daar ben ik echt heel blij mee. Want dan kunnen we nu gewoon gaan beginnen met daadwerkelijk dingen hier plaatsen. Ik denk dat hier een mooie grote ronde tafel komt voor vergaderingen. Of... gewoon hier groot in het midden. Ik denk dat dat nog wel helemaal mooi is. Gewoon hier groot in het midden. Een grote, mooie tafel.
Laat maar even in de reacties weten, jongens. Wat? Ik wacht, ik ben al steeds in ogen. Wat willen jullie dat ik hierboven ga bouwen? Ik dacht aan een vergaderruimte. Dat hier gewoon een grote vergadertafel is. Daar is mijn kantoortje. Hier misschien ook een tafel of gewoon stoelen. En weet ik van chill lounge. Hier misschien ook een kantoortje dat het dichtgebouwd wordt, weet je. Dat er gewoon... Oh, dat kan ik doen. Ik kan hier ook het glas, zeg maar, gewoon zoals dit dichtbouwen vanaf hier. En dan ook met zo'n deur zoals dit erin. En dat het gewoon kantoortjes worden, weet je? Hoe cool zou dat zijn? Dan is het natuurlijk gewoon echt een groot kantoorgebouw ook. Ik denk dat dat wel leuk is, want het is een hoofdkwartier, hè, dit, jongens. Het is een hoofdkwartier. Laat maar even weten in de reacties. Ik ben in ieder geval tevreden met het resultaat. Ik denk dat we hierboven de volgende aflevering verder moeten gaan, want het kan wel even duren voordat dit allemaal gras is. Kijk, ja, het is al op weg, maar bij lange na nog niet goed genoeg om hiermee aan de slag te gaan. Het moet eerst even allemaal gras worden, dan kunnen we het af gaan bouwen, het tuintje. In ieder geval, voor nu jongens, dankjewel voor het kijken naar deze video. Volgende keer ben ik waarschijnlijk geen ogen meer, dus neem even goed afscheid van deze skin. Ook al vind ik het wel heel leuk. Voor nu, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. Kijk lekker nu deze video. Dit is namelijk het vorige deel. Heb je nou nog niet gezien of gemist? Moet je hem zeker even kijken. En nu spreek ik later. Glaasje water, tot de volgende keer.